Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik weer de boeken bespreken die ik in mei las. Ik heb best wel een lijst met boeken die ik dus weer heb gelezen. Zoals ik al vaker heb verteld in deze video's, ben ik best wel een grote lezer. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen en wat ik daar zoal van vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met het boek Wij. Dit is het boek van Hannah Hill. Dit is uit een serie die heet Verbonden met elkaar. Ik heb hier al eerder boeken van gelezen en ik heb nu dus het laatste deel gelezen. Dit boek gaat over Nero en Jessica. En in de eerste twee boeken was het allemaal een beetje geheimzinnig. Nero die kon weinig over zijn werk vertellen en dat maakte Jessica best wel een beetje argwanend en zo. Dat was allemaal best wel lastig. Eindelijk in deel 3 komen wij te weten wat zijn werk nou precies inhoudt. In boek 2 is Jessica naar Nero afgereisd op verzoek van zijn halfbroer. En dat liep allemaal niet zo lekker af. Toen heeft hij gezegd aan het einde van boek 2 van ik probeer terug te komen want er ligt een plan. Maar daar kon hij dus niks over vertellen. De relatie van Nero en Jessica komt wederom weer onder zware beproevingen te staan. Want Nero blijkt dus, wat ik zelf het vermoeden al had, bij de maffia te zitten. Hij is hier ingerold. Hij wil hier eigenlijk helemaal geen deel van uitmaken. Maar hij kan niet anders. Zijn vader die zit ook in de maffia. Maar die wil Nero helpen om een einde te maken aan deze strijd. Alleen ze zitten met hun grootvader. En die moet eerst komen te overlijden. Voordat de vader van Nero de macht gaat krijgen. En waardoor Nero dus zou kunnen ontsnappen uit die wereld. Er gebeurt echt superveel in het boek. Nero die blijft wel heel erg nog steeds een beetje geheimzinnig. Omdat hij eigenlijk niet aan Jessica wil vertellen wat zijn plannen zijn. Omdat dit ook te gevaarlijk is. Het plan is dus om die maffia op te rollen. Alleen ze zitten ook met die stiefbroer en die lijkt heel erg veel op de grootvader. Uiteindelijk komt de grootvader te overlijden en is dit het plan, kunnen ze eigenlijk het plan gaan doorvoeren. Dat betekent wel dat de vader van Nero intussen met de FBI bezig is, omdat ze eigenlijk willen dat hun buiten schot blijven, zodat ze niet ook nog eens de gevangenis in moeten als ze die maffia kunnen opheven. De broer van Nero die komt hier achter en dit is dan best wel een lastig ding, want hij wil dit echt kosten wat het kost tegenhouden. Uiteindelijk komen ze in een schietpartij terecht doordat ze dit willen opheven. En belandt Nero ook een tijd in het ziekenhuis. Nee, Nero die moet een tijdje onderduiken en Jessica belandt in het ziekenhuis. Waardoor het heel lang duurt voordat ze eindelijk weer bij elkaar kunnen zijn. Uiteindelijk komen ze gelukkig dan toch weer bij elkaar. En loopt het allemaal toch dan nog wel weer goed af. Maar het is wel echt een heel meeslepend boek. Ik vond het echt een heel mooi boek. Ik vind het jammer dat dit ook het laatste deel was. Maar je hebt wel eindelijk de antwoorden waar je al een tijd op wacht. Ik moet wel zeggen dat het weer wederom een verhaal is waar je van moet houden. Ik vond het zelf uiteindelijk een heel mooi verhaal. Ik heb het nu kort verteld. Er gebeurt veel meer. Maar mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik je zeker dit boek aanraden. Of deze hele reeks. Omdat het echt een meeslepende reeks is. Het volgende boek dat ik las, dat is Liefde op het strand. Dit komt uit de Zomerzussenreeks van Jennifer Probst. Ik vind dit echt een hele goede schrijver. Ik heb al veel vaker boeken van haar gelezen en ik vind ze echt heel tof. Dit gaat over een weddingplanner, Avery. En die heeft een weddingplannersbureau eigenlijk overgenomen van hun ouders. Zij vindt het zelf heel leuk. Ze runt dit samen met haar twee zussen. Haar ene zus die wil er eigenlijk wel graag mee stoppen. Maar die moet het een jaar volmaken of twee jaar van haar ouders en ook als bewijs voor zichzelf. Haar beste vriendin die kondigt een aan te gaan trouwen en ze vraagt haar als weddingplanner wel een bruiloft wat even last minute tussendoor komt, waar haar zussen eigenlijk in eerste instantie niet zo heel gelukkig mee zijn, want ja, ze hebben het al zo druk. Maar die bruid die heeft dus ook een broer en daar kan Avery eigenlijk helemaal niet zo goed mee overweg. Ze vond het vroeger al een plaaggeest en nu komt hij weer terug in haar leven. Carter, dat is de broer van haar beste vriendin, die heeft beloofd op het sterfbed van zijn moeder om heel goed voor zijn zusje te zorgen.
Dus hij is getuige bij haar bruiloft. Dus zijn taak om alles goed te regelen neemt hij dan ook heel serieus. En hij bemoeit zich steeds meer met de bruiloft waar Avery eigenlijk gewoon een verschrikkelijke hekel aan heeft. Hij woont ook niet in het plaatsje waar Avery woont. En hij huurt voor die tijd daar een huis zodat hij toch dichtbij kan blijven. Dan moet de vriendin van Avery, die moet onverwachts terug om voor haar schoonmoeder te zorgen. Want die heeft iets gebroken en die heeft hulp nodig. En Avery denkt, yes, dan gaat haar broer ook mee terug. Maar die blijft dus. Dus Carter die blijft daar en ze doen alles via FaceTime en dat soort dingen om toch alles goed te kunnen bespreken. Eigenlijk naarmate dit allemaal vordert, omdat ze zoveel samenwerken, komen Carter en Avery toch wat dichter bij elkaar. Al blijft Avery wel heel erg op haar hoede, want ze vindt die jongen gewoon niet leuk of die man. Hij heeft ook nooit een relatie gehad. Hij is ook wat ouder dan hun en hij is altijd heel bezorgd geweest. Maar dat komt omdat hun ouders al heel vroeg zijn gestorven. Dus hij vond Avery eigenlijk nooit een hele goede vriendin. Toch komen ze steeds wel dichter naar elkaar toe en belanden ze uiteindelijk toch in een relatie. Dat gaat ook niet allemaal van een leien dakje, vooral omdat er ook een afstand is. Hè. Carter die woont ergens anders dan waar Avery woont. Hij kan weliswaar zijn werk eigenlijk vanuit overal doen, omdat hij iets in de ICT-wereld doet. Dus dan gaan ze eigenlijk een poosje latten, omdat ze ja, toch op een verre afstand zitten. Ze proberen elkaar vaak op te zoeken. Maar dat werkt toch niet en uiteindelijk ja, raakt die relatie zo in een slop dat de zus van Carter tegen hem zegt, neem een beslissing, wat wil je? Hij besluit om te gaan verhuizen naar de plek waar Avery woont en vanuit daar ook zijn werk te kunnen doen. Hij zou daar ook heel makkelijk een baan kunnen vinden. Dus, en zo komt hun relatie toch weer tot een mooi geheel en gaan ze uiteindelijk zelf trouwen. Je krijgt verder niet zoveel mee hoe die bruiloft er trouwens uitziet. In het tweede deel ga ik ervan uit dat een van de zussen aan bod komt. Omdat het echt een zussenserie is. Ik vond het een heel mooi boek. Ik had in het begin wel zoiets, vind ik dit leuk. Maar uiteindelijk vond ik het toch een heel goed boek. Waardoor ik hem zeker zou aanraden. Dan las ik het boek Lust. Dit is een boek van Audrey Carlan en deze komt uit de Mannen van de Wereld serie. Deze heb je ook in een van mijn vorige video's al voorbij kunnen zien komen. Dit gaat over drie mannen die een bureau hebben die dus eigenlijk vrouwen helpt op wat voor manier dan ook. Het boek gaat over Park, Paul en Royce. En in dit boek reizen ze allereerst af naar Kopenhagen omdat er een Deense prinses is die eigenlijk met een Deense prins moet trouwen en zij vindt zichzelf niet goed genoeg. Zij is heel erg een feestbeest. Zij vindt eigenlijk haar zus meer geschikt, maar die prins die valt niet op haar zus. Dus ja, dat is natuurlijk een heel lastig iets, want zij gaat zich gewoon expres misdragen zodat die prins maar inziet dat hij niet met haar moet gaan trouwen. Haar zus zou heel graag met hem willen trouwen. Die was verloofd met zijn broer, die dus eigenlijk eerst koning zou worden. Helaas is die broer overleden, waardoor zij ook geen koningin werd. Het is de taak aan Parker Boy en Royce om die deze prinses toch te overtuigen dat ze de ware is voor die prins. Dat lukt uiteindelijk ook. Uiteindelijk krijgen ze ook een hele luxe bruiloft waar hun ook aanwezig mogen zijn. Het moet allemaal in korte tijd geregeld worden. Ze zijn ook gelijk koning en koningin omdat helaas de vader van de prins ook overlijdt. Waardoor ze eigenlijk een hele nieuwe wereld instappen. Ze reizen ook af naar Milaan en in Milaan daar helpen ze dus een modeontwerper en eigenlijk moeten ze de modellen helpen om zich zekerder te voelen. Ze hebben gekozen voor niet eigenlijk gewoon de normale huistuin- en keukenvrouw modellen, dus niet de modellen die ze standaard gebruiken voor een modeshow, maar dat vonden ze ook wel mooi om dat te gebruiken voor die modeshow, standaard vrouwen eigenlijk. Alleen het is heel lastig, want heel veel van die vrouwen zijn best wel onzeker. De taak is dus aan de drie mannen om die vrouwen wat zekerder te maken. Ze krijgen daarbij ook hulp van andere mensen die ze bijvoorbeeld kunnen helpen
om ze te leren met een dansje en bepaalde pasjes en zich gewoon zeker te voelen. Het is best wel een klus, uiteindelijk lukt dat wel. En ook gaat de relatie tussen het model of tussen de actrice waar Parker mee samen is wat moeizamer. Ze missen elkaar heel erg, maar het is ook wel heel lastig om steeds bij elkaar te komen, omdat zij toch ook op twee heel verschillende werelden leven en twee verschillende delen. Ze proberen wel vaak bij elkaar te komen, ze zien elkaar tussendoor wel, maar het wordt wel lastiger. Dus ik ben heel benieuwd of dat dit uiteindelijk echt goed gaat uitkomen. Ik vond dit wederom weer een mooi boek. Ik heb hem ook heel snel uitgelezen. Ik ben zelf ook wel weer heel erg benieuwd naar deel 3. Ik vind de boeken van Audrey Carlan over het algemeen heel erg mooi. Ik heb al meerdere boeken van haar gelezen en ik vind haar als schrijfster ook echt wel een aanrader. Dan las ik het boek Onafscheidelijk. Dit is een boek van Natasha Madison. Dit komt uit de Soulmate-serie. Dit gaat over een jongen die eigenlijk ijshockey heeft gespeeld, maar ook een beetje de bad boy is gaan uithangen, waardoor hij eigenlijk ook weer uit een team is gezet, maar nu een leeftijd heeft bereikt dat hij toch weer op het ijshockeyveld kan verschijnen. Het probleem is wel, hij is gekocht voor best wel veel geld en ze zijn toch een beetje bang bij die club dat hij zich toch weer een beetje zal laten gaan. Waardoor hij eigenlijk onder een soort van, begeleidster wordt gesteld. Dus aanhalingstekens, en die begeleidster die heet Carrie. Carrie die vindt het eigenlijk helemaal niet leuk, want ze heeft een heel mooi huis gekregen van haar vader. Haar vader is ook de baas van dat ijshockey club, van de ijshockeyclub. Maar zij moet dus die speler in de gaten houden, waar zij eigenlijk heel veel moeite mee heeft. Het eerste is al, als hij moet ook bij haar logeren en dat gaat allemaal niet van een laaie dakje. Waar ligt dit, waar ligt dat? Waarom hebben we geen eten in huis? Dan laat zij hem op een gegeven moment ook zien, hier is de supermarkt, hier kun jij je dingen halen, ik ga niet zorgen voor jou. Spullen, je moet daar zelf voor zorgen. Ze raakt er ook echt wel een beetje geïrriteerd van. Ook moet zij continu mee naar de uitwedstrijden die soms ook in het buitenland zijn, waardoor ze eigenlijk best wel veel op reis zijn. Uiteindelijk krijgen ze dan toch wel wat meer sympathie voor elkaar en bloeit er toch wel wat moois op. Eigenlijk wil hij al heel graag wat met haar, eigenlijk vanaf het eerste moment, maar zij wijst dat heel erg af. En dat is best wel lastig. Mathieu, zoals de jongen dus heet. Die wil er wel echt voor gaan. En uiteindelijk lukt dat ook wel. Uiteindelijk kunnen ze toch iets heel erg moois opbouwen. Waarvan ze het echt niet van een leien dakje gaat, maar het wel steeds mooier gaat. In eerste instantie heeft ook de baas van het ijshockeyteam gezegd, zodra jij aan mijn dochter zit, is het einde oefening. Maar omdat Carrie er zelf ook voor open staat om wat met Mathieu te beginnen, is dat uiteindelijk toch nog wel goed gekomen. Er gebeuren helaas wel een aantal nare dingen. Ik wil niet te veel verklappen, maar als jij ook van reeks houdt, vind ik dit boek ook zeker een aanrader. Het is wel zo, je moet wel heel erg van sport houden. Ik heb dat zelf niet. Dus heel veel dingen die komen mij ook niet bekend voor. Maar ben jij bijvoorbeeld een fan van ijshockey of vind je boeken waar sport in voorkomt sowieso leuk, dan kan ik je deze serie zeker aanraden. Dan las ik het boek Een jaar single. Dit komt uit de single reeks en dit boek is geschreven door Petra Kruid. Dit boek gaat over Jane die eigenlijk van de ene in de andere relatie mopt. Ze heeft op dat moment is haar relatie net weer verbroken en gaat zij eigenlijk weer bij haar vriendin wonen. Het is wel voor tijdelijk. Ze kunnen het wel samen goed vinden omdat ze de huur dan ook kunnen delen. Haar vriendin is heel weinig thuis, dus op zich is zij best wel veel alleen. Ze heeft best wel een paar moeilijke momenten, want de spullen moeten ze verdelen en ook haar spullen moet ze uit het huis halen waar ze dus met haar ex-partner heeft gewoond. Dat is allemaal best wel lastig. En dan zegt haar vriendin van probeer nou gewoon eens om een jaar single te blijven en niet van de ene in de andere relatie te gaan, want dat doe je dus continu. Het is trouwens een boek wat ook in Nederland afspeelt. Het is een boek wat zich afspeelt in Rotterdam. Dat is misschien wel leuk.
Uiteindelijk ontmoet zij dan toch weer een man. En ja, dat vindt ze allemaal wel leuk. Maar ze wil zich eigenlijk wel aan dat ding houden van een jaar single blijven. Ze hebben wel een gesprekje, maar meer dan dat wordt het ook niet. Omdat zij heel veel kleding heeft, besluit ze om een hele nieuwe start te lanceren nadat ze bij haar ex weg is. Dus ze gaat naar de kapper, ze laat zich een heel nieuw kapsel aanmeten en ze gaat al haar kleren gaat ze verkopen, of een heel groot deel. Daarvoor wil ze eigenlijk een pandje huren, wat in eerste instantie een beetje moeizaam gaat. Maar ze wil eigenlijk een soort uitverkoopdag houden, dus op één dag heeft ze al haar kleding te koop, daarvoor geloof ik een euro per stuk. Waar ook echt hele dure items bij zitten en van merken die, ja, die sommige mensen niet eens kunnen betalen. Uiteindelijk is dat zo'n geslaagde party eigenlijk dat ze aan het einde een rondje geeft in de kroeg. En daar ontmoet ze dus weer die man. Die man en zij blijven elkaar steeds kruisen, waardoor ze eigenlijk het heel erg lastig vindt van, ja, wil ik wat met hem? Want ze hebben dus wel een one night stand gehad. Ze kunnen eigenlijk toch niet bij elkaar wegblijven. Ze zit nog steeds wel heel erg met het principe van, ja, hè, dat jaar single en ja, moet ik dat wel doen? En vooral omdat haar vriendin ook zegt, ja, joh, weet je, je moet gewoon eens een beetje los, gewoon een beetje je eigen leven leiden en niet meteen weer naar een man grijpen. Dat probeert ze ook wel heel erg. Maar de aandrang die zij en de connecting die zij heeft met die man die zij heeft ontmoet is te sterk. Waardoor ze uiteindelijk toch wel weer een relatie begint. Ze lopen niet te hard van stapel. Het is wel zo dat ze niet gelijk gaan samenwonen of zo. Ze is wel heel vaak bij hem. Ze hebben het wel gewoon heel erg leuk. En voor hun is het gewoon echt wel een... voor haar is het eigenlijk niet mogelijk om een jaar lang single te blijven. Daar komt het eigenlijk op neer. In die serie heb ik ook boek 2 gelezen. En dit boek heet Eeuwig Single. Ook van Petra Kruid. En dit boek gaat over Brigitte. En Brigitte is dus de vriendin van Jane. Zij heeft relaties afgezworen. Zij wil geen vaste relaties. Ze vindt het wel prima om single te zijn. Ze heeft ook altijd geroepen, ik blijf eeuwig single. Ze heeft wel wat mannen waar ze regelmatig mee afspreekt om haar, aan haar behoeftes te komen, om het maar even zo te zeggen. Maar meer dan dat wordt het ook niet. Ze is trucador, dus ze heeft een eigen bedrijf. Ze is eigenlijk weinig thuis. Maar dan krijgt ze dus een opdracht bij een man waar ze toch wel meer bij voelt. Die ze toch wel heel erg leuk vindt. En ze gaan uiteindelijk ook samen wat drinken. Ze ontmoet zijn dochter die zelf een hele lastige relatie heeft waar zij uit moet komen. En ja, ze vindt het toch wel heel erg leuk met hem. Maar ja, ze blijft vasthouden aan het punt. Ik ben geen relatiemateriaal, dus voor mij geen relatie. Die man vindt haar eigenlijk ook wel super leuk. Die heeft na zijn scheiding eigenlijk nooit meer echt een relatie gehad. Was hij ook niet naar op zoek. Maar ze merken gewoon dat de aantrekkingskracht naar elkaar heel leuk is. Zij wil in eerste instantie nog niet met hem op date. Want dat wil zij pas nadat zij het werk bij hem heeft afgerond. Hij heeft een galerij. Gaat hij openen met kunst. En dat, zij doet dus zijn muren stukken. En zij wil pas met hem op date zodra dat gedaan is. Ze gaat daarom ook extra snel werken. Ze gaat ineens door in de weekenden tot heel laat. En de vrije dagen die ze normaal wel eens vrij nam, die gaat ze mee door. Zodat ze toch op date kunnen. Ook klikt het met zijn dochter super goed. Die dus een hele heftige relatie heeft. Waardoor het eigenlijk ook nog tot een best wel heftig conflict komt. Tussen de dochter van die man... Brigitte en haar ex-man, want zij, Brigitte merkt al wel dat die dochter van die man gewoon heel erg in de gaten wordt gehouden door haar man. En je mag niet weg, je mag dit niet, je mag dat niet, het is geen gezonde relatie. En uiteindelijk besluit die dochter dus gelukkig om bij die man weg te gaan en zegt zij, jij mag wel in mijn appartement, je moet het wel delen met Jane, want Brigitte die gaat samenwonen. Met de man, waar zij dus zo gek op is. Uiteindelijk
heeft ze toch de liefde gevonden waarvan ze dacht dat ze hem nooit zou vinden. Het is wel een leeftijdsverschil tussen. Zij is 28 en hij is geloof ik 48, zoiets. Maar de klik is gewoon super goed. Dus ja, ik vond het echt wel een heel erg leuk boek. Makkelijk weg te lezen, ook wel humor erin. Ja, ik hou er wel van. Ik vond het ook leuk dat het zich in Nederland afspeelt. Dus ook weer echt een super leuk boek. Dan heb ik een boek gelezen dat heet Verstrengeld met jou. Dit is een boek van Sylvia D. Ik moet wel zeggen, ik kan je eventjes niet vertellen hoe de vrouw in het boek heet. Want ik kan het niet terugvinden. En omdat ik zoveel boeken lees, weet ik het gewoon echt even niet meer. Het gaat dus om een jonge vrouw die heeft een heel mooi huis. Goede baan en heeft eigenlijk alles goed op de rit. Ze is ook happy single en dat is eigenlijk allemaal prima. Zij krijgt een nieuwe buurman. Die buurman die heet Garrett Frost. Zij heeft ook een buurvrouw waar ze het heel goed mee kan vinden. Daar gaat ze regelmatig mee koffie drinken. En doen, regelmatig gaan ze hondjes uitlaten. Of ze gaan, nou, ze gaan van alles doen. En zij heeft eigenlijk, haar buurvrouw heeft die nieuwe man al gespot. En die vraagt, heb je een nieuwe buurman al gezien? Nee, heb ik ook niet zoveel behoefte aan. Dan loopt ze hem eigenlijk spontaan tegen het lijf. Doordat zij oversteek niet uitkijkt en ze tegen elkaar opbotsen. Dat is hun eerste ontmoeting. Zij vindt het eigenlijk maar helemaal niks. En hij komt ook een paar keer bij haar aan de deur. En ze praten wel wat. Maar het is niet gelijk dat ze denkt, oh dit vind ik een leuke vent of zo. Dan nodigt de buurvrouw, die nodigt zowel het hoofdpersoon in dit boek uit als Garrett om gezellig pizza te komen eten. De man van de buurvrouw die heeft zo'n eigen pizza oven in de tuin en dat vinden ze heerlijk en dat is allemaal leuk. En zij is daar gewoon op tijd en Garrett die komt maar niet. En dat vindt ze heel raar, ze vindt het heel erg onbeschot van waarom komt hij dan niet. En hij had toch even kunnen bellen of wat er ook aan de hand was. Dat valt de buren ook wel een beetje tegen. Uiteindelijk heeft hij daar een heel goed excuus voor, biedt hij zijn excuses aan en nodigt hij de buren uit bij hem thuis. Hij vraagt ook of de buurvrouw komt. Nou, die hoeft niet te komen, want ze is nog steeds boos dat hij niet is gekomen bij het gezamenlijke etentje. Nou, uiteindelijk draait ze toch bij en komt ze toch bij elkaar, komen ze bij elkaar. Dan vertelt hij ook dat hij een zoon heeft die uiteindelijk is overleden en waar hij nog steeds heel veel moeite mee heeft. En ja, dat is gewoon, het is allemaal heel erg, ja, gecompliceerd. De buren hebben daar best wel moeite mee. Die nemen dan uiteindelijk eigenlijk een beetje afstand van hem, omdat ze niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Garrett en de hoofdpersoon die komen wel wat vaker bij elkaar, hebben het ook heel erg leuk samen. Uiteindelijk draaien de buren toch ook wel een beetje bij, vinden ze toch wel wat makkelijker om te praten. En komt dat eigenlijk wel goed. De grootste wending in dit boek is wel dat het uiteindelijk zo is dat de hoofdpersoon in dit verhaal de vrouw was van Garrett en de moeder van hun overleden zoontje. Zij heeft dit verdrongen op een of andere manier en zij komt daar ineens achter. Het ineens komt het doordat ze bij een parkje zitten. Ze zien daar een klein jongetje die om zijn moeder roept. En zij roept ineens de naam van die overleden jongen. Dat is onze zoon. Nou, dat was dus helemaal niet. Maar ja, zij heeft dat jarenlang verdrongen. Maar hij is expres naast haar komen wonen omdat hij haar heel graag terug wilde. Hij kreeg haar niet uit zijn hoofd. Alleen hij wist niet zo goed hoe. Op deze manier komen ze toch wel weer bij elkaar. Wat ik wel anders vond, ja, dat is ook het verhaal. Sorry dat ik de hoofdpersoon echt niet meer wist. Dat lijkt me echt heel vervelend ook. Vind ik ook heel vervelend om het zo te vertellen. Wat ik lastig vond aan dit hele geheel is, ik heb meer boeken gelezen van Sylvia D. Die vond ik super goed. Vooral de Crossfire-serie. Ze noemen een paar keer de naam van Eva Cross, die dus een hoofdpersoon is in de serie Crossfire. Maar het is eigenlijk geen vergelijking. Ik vond het wel een mooi boek, maar het is geen boek met meerdere delen. En dat vind ik wel jammer. Ondanks alles vond ik toch de wending die het verhaal nam wel heel mooi.
mooi. En vond ik het wel een mooi boek, maar minder sterk als de vorige boeken van Sylvia D. Dan ben ik toegekomen aan het laatste boek en dit heet Mr. Stone. Dit is van Liz Lucassen en dit komt uit de Mister serie. Dit boek gaat over Pilar. Pilar die gaat voor het eerst gaat ze schaatsen. Ze kan het eigenlijk helemaal niet. Ze is ook levensgevaarlijk bezig. Ze schuift alle kanten op. En zij wordt eigenlijk gered door Logan Stone. In eerste instantie vinden ze hem niet zo heel erg aardig. Het gaat niet zo heel erg lekker tussen die twee. Maar goed, ja, hij heeft zoiets. Je moet maar niet meer gaan schaatsen, want het is niet voor jou weggelegd. Zij heeft dus een eigen bureau waarin zij mensen helpt. Zij wordt ingehuurd door een van de broers van het bedrijf van Stone. Zij weet op dat moment niet dat het om dat bedrijf gaat en wie erachter zit. En zij krijgt als opdracht dus dat zij Logan tafel of manieren moet bijbrengen. Omdat hij is uitgenodigd voor een evenement en daar zal hij een prijs krijgen. En zijn broers vinden dat hij gewoon niet netjes genoeg is met dingen. Dus denk aan etiketten omtrent eten, maar ook in zijn woorden. Zij krijgt die opdracht. Omdat ze elkaar inmiddels toch een paar keer hebben gekruist, vinden ze dat best wel moeilijk. En Logan staat er helemaal niet open voor. Die heeft iets van, hou toch op, ik heb er helemaal geen zin in. Hij heeft überhaupt helemaal geen zin in dat feest. Dus zij heeft er iets van, ik hou het gewoon bij één afspraak. Ik leer hem de kneepjes van het vak bij, daarna is het klaar. Nou, na die eerste afspraak is het allemaal prima. En ze zegt ook, je bent er wel klaar voor, je kunt het wel aan. Maar hij is het er eigenlijk niet mee eens. Dus hij wil per se dat ze nog een paar keer bij hem komt. Waardoor ze dat ook wel doen. Maar het gaat allemaal toch weer wat lastiger. En het wil allemaal niet zo vlotjes. Het is wederom weer een verhaal hoe twee mensen bij elkaar komen. En het gaat weer met vallen en opstaan. En in eerste instantie is er geen aantrekkingskracht. Uiteindelijk vinden ze elkaar toch wel heel erg leuk. Logan doet niet aan relaties. Pilar wil een vaste relatie. Ja, het is eigenlijk gewoon weer zo'n verhaal wat je in veel verhalen terugziet. Ja, ik vond het toch wel een heel mooi boek. Ik ben zeker benieuwd naar de volgende boeken. Maar de meeste van deze boeken komen toch wel op hetzelfde neer. Ook al hebben ze vaak wel allemaal een heel ander verhaal. Dat vind ik wel weer het leuke van boeken. Maar ja, ik kan er niet verder heel veel over vertellen. Want dit zijn eigenlijk de hoogtepunten. Maar ik vond het zeker wel een aanrader. Dan waren dit alweer alle boeken die ik in mei heb gelezen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al een van deze boeken hebben gelezen. Of dat je er misschien interesse in hebt. Sorry voor de wederom wat rommelige video. Ik doe heel erg mijn best om deze video's nog steeds te verbeteren. Maar het is soms een beetje lastig. Ik zei het in de vorige video al. Ik moet meer aantekeningen maken. Dat ben ik nog steeds van plan. Is er alleen nu nog even niet van gekomen. Maar ik ga het echt doen. En ik hoop dat de volgende video wat duidelijker is dan voor jullie. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten. Krijg je melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doei!